één prijs wint. Daarna hebben we de prijsuitreiking. Wat de spelregels betreft, ja, die zijn dezelfde als bij slow schaken. Aanraken, zetten en geen koning slaan. Dus de normale rapidregels. We hebben hier Kees Lute. Die is gecertificeerd arbiter. Dus als er problemen zijn, dan kunt u hem in feite aanspreken. En, pardon? Mag ik zijn diploma even zien? Dat hangt in de bar. Dus ja, ik zou zeggen van, daarnaast moet ik toch even vermelden dat we erg blij zijn dat er ook jeugd aanwezig is in redelijke mate. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zeggen ze altijd. Ik zou zeggen van, ik hoop dat we met z'n allen een heel plezierig toernooi hebben. En dat we dus het allemaal heel netjes kunnen afwerken. En dat de sterkste mogen winnen. Dank u wel. Zo is het.